Goed, ik ben aangekomen hier in Woerden vanmiddag en ik was hier rond een uurtje of 12. En nou, het was natuurlijk best heel warm ook weer vandaag. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ik heb vanmiddag lekker aan een meertje gezeten. Hier een uur of 4 aangekomen bij een oud collega van mij. Heerlijk gegeten, wordt super goed verzorgd. En ik hoop hier vannacht te slapen en morgen op weg te gaan naar Benthuizen. Goed, er is hier iemand naartoe gekomen. Ik ben hier niet alleen zoals jullie zien. Rian de Visser, welkom. Ook dat je hier bent. Fijn dat je gekomen bent ook. En ja, aan jou de vraag. Kun jij iets delen met ons over wat jouw ervaringen zijn met zending? Zeker. Mijn ouders zijn 1,5 jaar geleden uitgezonden naar Albanië. En mijn vader is evangelist in Tepelenne. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou, je zegt dat zo even heel kort. Ja, ouders zijn uitgezonden enzovoort. Kun je iets met ons delen over hoe is dat in de afgelopen 1,5 jaar gegaan? Een aantal jaar zeg maar voor de uitzending was mijn vader al heel erg bezig met zending en evangelisatie. En had hij nog wel gewoon een baan bij de Rabobank. Okay. Maar op een gegeven moment heeft hij daar zijn ontslag ingediend en kreeg hij een roeping vanuit Gods woord. Over kom over en help vanuit het gezicht van Paulus, wat Paulus zag. Mm-hmm. En toen ervaarden mijn vader en moeder eigenlijk ook heel sterk van, nou, we moeten de zending ingaan. En toen zijn ze eigenlijk de zoektocht aangaan, ja, waar dan naartoe? En hebben ze dat ook met ons als kinderen gedeeld. Oké, mooi. Vanaf het moment eigenlijk dat mijn vader zijn baan op had gezegd, tot het moment dat ze uitgezonden zijn, zijn wij daarbij betrokken als kinderen. Ja. Dus dat vond ik wel echt heel, heel positief en heel, heel mooi dat ze dat met ons deelden. Ja, jullie wisten precies, jullie zagen het dan in die zin ook echt al wel aankomen. Ja, ze hebben het ons ook allemaal apart verteld als kinderen, zodat we daar allemaal ook op onze eigen manier op konden reageren en mee konden omgaan. Ja, en dat heeft vragen stellen. En, ja, zeker. En dat heeft ons ook wel geholpen, denk ik, bij het accepteren van het feit dat ze uitgezonden werden. Ja. Ah, mooi. Ja. Mooi dat je het zo deelt. Ja. Hey, je ouders zijn uitgezonden. Jij zit hier nog. Jij bent hier nog in Nederland met jouw broers en zussen ook. Ja. Welke consequenties heeft dit dan voor jou dat je ouders zo ver weg zitten? Het is eigenlijk een proces van loslaten van je ouders in zekere zin, omdat je ze niet dicht bij je hebt. Ja. Ja. En ze zijn uitgezonden voor het werk in Gods Koninkrijk, dus dat is heel, heel mooi. En dat is ook echt iets om heel dankbaar voor te zijn en dat zijn we zeker ook. En aan de andere kant is het ook wel moeilijk. Ja, het is een offer wat je als kinderen allemaal brengt. Dat je ze niet fysiek bij je hebt eigenlijk. Ja, ja, praktisch. Ja, de consequentie is dat je thuisbasis in Nederland weg is. Dus dat je niet zo even aan kan wippen thuis, zeg maar. Mm-hmm. Maar met elkaar als broers en zussen gaan we wel regelmatig naar elkaar toe. En dat maakt ons ook wel samen sterker in het proces. Ja. Verandert dat ook je relatie met broers en zussen? Of verdiept het je relatie? Ja, dat denk ik wel. Het verdiept wel je relatie. Dat je meer op elkaar aangewezen bent. Ja, en je deelt hetzelfde gemis, zeg maar. Ja, dat is geloof ik zeker. Ja. Zeker, klopt. Ja. Nou, dat is wel heel mooi dat je in elk geval dan elkaar daarin hebt om elkaar te steunen. Ook, dat zeker. Dat proces ook. Ja. Ja, dat is heel fijn. Ja, mooi. Hey, goed, zendingswerk komt voor jou best heel dichtbij op deze manier. Ja. Merk je ook dat jouw kijk op zending ook veranderd heeft? Of? Ja, eigenlijk wel. Zending was altijd iets wat voor mij ver weg stond, zeg maar. Van zending, oh, dan gaan mensen naar het buitenland en nou ja, daar gaan ze over de Heer vertellen. En nu heb ik met eigen ogen gezien hoe het in Albanië is. Dat eigenlijk weinig mensen christelijk zijn en dat het heel hard nodig is dat zij Gods woord horen. Je ziet eigenlijk dat de velden wel wit zijn om te oogsten. Ja. En dat merk je hier in Nederland niet zo als je het gewoon goed hebt met je eigen leventje en je eigen ding, zeg maar. Ja, dus, want je bent zelf ook in Albanië wel geweest dan, om je ouders te bezoeken? Ja, zeker. Ik ben er een aantal keer geweest. Ik denk nu ongeveer 3 of 4 keer in de tijd dat ze daar wonen. Ja, met vliegtuig ben je er eigenlijk, het is 3 uur vliegen. Dus dat is wel heel fijn. Ja. En dat is misschien ook wel fijn als je dan verhalen van je ouders hoort, dat je een beetje weet
nou, waar het over gaat, ja, en waar ze leven. Ja, klopt, zeker. Ja. De mensen even een keer hebt ontmoet, ja, of gezien hebt in elk geval. Ja, een keer mee geweest naar de kerk. En dan zie je daar ook van, het is niet zo als een kerkdienst bij ons gaat, maar je zit daar met z'n vijven. En dat is het dan, ja. Heel anders. Heel anders, ja. Klopt, ja. Tegelijkertijd ook wel heel mooi dat uiteindelijk toch ook dezelfde geest is die daar ook zijn werk doet. Zeker. Ondanks de verschillen wellicht ook. Ja, zeker. Dat je ouders daarin iets mogen bijdragen. Ja. Ja, wat je zegt, het heeft twee kanten, maar het is ook wel iets heel moois. Dat was voor mij wel een eye-opener toen je dat zei inderdaad. Ja, zo kun je dat ook zien. En mooi is je het zo mag zien. Ja, ook. Klopt. Ja, zeker. Hey, nou, jouw ouders zijn de zending ingegaan. Jij weet hoe dat is. Heb je misschien nog een tip voor ouders die ook de zending ingaan of overwegen om de zending in te gaan? Hoe zou je dat in hun gezin vorm kunnen geven? Misschien ook in de voorbereiding ernaartoe? Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat je als ouders kinderen wijst op jouw zender, op degene die hun zendt. Dat je altijd terug kan vallen op Christus, want hij zal het ook doen. Dus hij geeft ook echt die troost. Dat heb ik ook wel echt ervaren bij mijn ouders. Ja. En als tweede tip, betrek je kinderen in het proces van echt vanaf je roeping tot aan de uitzending. En daarna natuurlijk nog ook hoe dat is en hoe dat gaat. Want dat geeft echt wel meer inzicht in het proces. En dus denk ik heel goed voor een gezin ook. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat daar dat ouders er zeker iets mee kunnen. Ja. Met jou als ervaringsdeskundige. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Nou, mooi. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid en voor je woorden. En ik denk dat we daar best wel wat van hebben geleerd. Ook hoe dat voor jou als kind is en je ouders toch ver weg zijn. Ja. Niet altijd makkelijk, maar aan de andere kant ook wel weer heel mooi dat God ze ook daarin gebruikt. Zeker, ja. En heel veel sterkte verder gewenst. Ja. En wie weet tot ziens.